Wij zijn hier vandaag weer bij elkaar op ons jaarlijkse kinderboekenweekspectakel in de Deventer Schouwburg. En er komen ongeveer 1200 tot 1300 kinderen komen hier genieten van schrijvers, muziek, theater en hele fijne sfeer. Ze kunnen de schrijvers allemaal persoonlijk ontmoeten en boeken laten signeren. Vele bekende en beroemde schrijvers zijn hier aanwezig, waaronder Hans en Monique Hagen en Sip Postema. Dat is de winnaar van de Gouden Penseel 2009. De wind giert. De wind huilt. Hij brult en hij blaast. Ik blaas en ik blies en ik plas en ik meestal komen er zo'n 12 tot 1300 kinderen met ouders en grootouders de hele middag in de Deventer Schouwburg. We hebben hier ook een school uit Deventer met een aantal kinderen die een werkstukje aan gaan bieden aan Sip Postema. Het is gewoon een hele leuke happening die ieder jaar terugkomt en het is gewoon heel gezellig. Nee.